In de documentaire De 15 van Delft volgen wij 15 verschillende jongeren uit de stad om te kijken hoe het gesteld is met hen. Maak kennis met onze vierde deelnemer. Ik ben Tyrone, ik ben 21 jaar, ik woon in Delft, ik heb een fulltime baan. Ik ben dus business consultant, dan spreek ik account managers of mensen die de sales in willen gaan. Die help ik dan aan een baan. Ik hou ervan om te sporten. Ik zeg altijd, a healthy body is a healthy mind. Daarnaast maak ik muziek, afro muziek, rap, maakt niet uit. Ik heb wel meer een zangstem, dus ik combineer dat een beetje. Thai Vos is mijn artiestennaam. Ik wil altijd wel iets in mijn artiestennaam hebben met Thai. Nou, toen dacht ik, oké, wat zijn nou eigenlijk bepaalde eigenschappen van mij? F, want ik ben een flirter. O, dat staat voor oprecht. En dan heb je dubbel Z voor zorgzaam. Andere Z is voor zelfverzekerd. Want dat is hoe ik in leven moet staan. Mijn passie voor muziek is ontstaan in de kerk. Ik moest altijd zingen in de koor. Vroeger vond ik dat eigenlijk niet leuk, maar dat moest van mijn moeder. Nou, toen was ik verhuisd naar Curaçao op een gegeven moment. En dat was niet leuk. Ten eerste, ik sprak de taal niet. Was ineens weggerukt van vrienden, familie, alles wat ik kende. Dus out of the blue, poep. Hoe dat mij heeft beïnvloed eigenlijk als mens. Top. Ik heb ten eerste een andere kant van mij gezien. Dus Curaçao, Antilliaanse roots. Ik ben daar meer in gaan duiken. Dat heeft ook andere dingen in mij losgewekt. Bijvoorbeeld het gevoel voor afro-muziek of muziek waar je op kan dansen. Toen zat ik met best wel veel dingen. Dacht ik van, weet je, laat me gewoon op een beat schrijven hoe ik mij voel. Toen kwam ik achter van, hey, ik ben er eigenlijk best goed in. Laat me gewoon verder proberen. Waarom ga ik dit niet gewoon doen, man? Mijn grootste prestatie tot nu toe, dat is denk ik mijn derde optreden. Dat had te maken met Your Mic en Can I Dream. En had dat georganiseerd en dat. En toen heb ik voor zo'n 200 plus man opgetreden. Ik was niet bang. Ik was gewoon in mijn element. Zodra ik het podium opging, was ik gewoon Thai Vos, man. Het was game time. Inflatie, torenhoge energieprijzen en steeds duurdere boodschappen. Veel Nederlanders redden het niet meer. Stille armoede in Delft, of ik dat merk. Vanaf mijn jeugd tot en met nu merk ik dat. Ik woon in Poptoof. Elke dag dat ik bijvoorbeeld naar werk ga, zou ik een kleine jongen zien op de fiets. Hij was altijd onderweg naar school, denk ik. Maar had nooit een jas. Ook niet in de winter of als het koud was. Altijd in zijn dunne vest. En dat zijn bepaalde dingen die ik opmerk. Dat ik denk van, yo, hij heeft het zwaar, man. Waarom heeft hij geen jas? Waarom heeft hij geen jakka? Meer van Tyrone zien? Ontdek zijn hele verhaal in De 15 van Delft. De hele documentaire is te zien op onze website en YouTube-kanaal 015 Docs. Abonneer op ons kanaal en volg ons op social media, zodat je niks mist.